De palingen zijn uit het water van de Breebaardpolder gekropen en lagen tot op de weg langs de Dollardijk. Een medewerker van ons, terreinbeheerder, die vond twee dode palingen op de weg. Wat een vreemd iets is eigenlijk. En die is gaan kijken en vond toen veel meer dode palingen. En uiteindelijk gaat het om duizenden. Het is een hele klus om alle palingen op te ruimen. Ze liggen verspreid langs de kant van het water. Het Groninger Landschap en Waterschap Hunze-en-Aas zijn verantwoordelijk voor het gebied en hebben dit de afgelopen jaren niet meer meegemaakt. Ja, het is een desolate aanblik, ja. Ja. Ja, dit heb ik nooit meer mocht, hoor. Dit. Wel dode vis, maar dit nooit dus. Dit is slecht nieuws. Zoals we het nu met deze palingen hebben we je nog niet eerder meegemaakt, maar op plaatsen waar vaker dode vis gevonden wordt, gebeurt wel vaker. En dat heeft inderdaad vaak met zuurstofgebrek te maken. Warm weer helpt ook niet echt mee. Na onderzoek blijkt inderdaad dat de vissen zijn doodgegaan doordat er te weinig zuurstof in het water zit. En dat komt weer door te veel algen, omdat het zo warm is. Het waterschap en landschapsbeheer hopen dat door het koudere weer en de regen van de afgelopen dagen het zuurstofniveau weer normaal wordt.